Goedemorgen. Vanuit een om 9:30 al redelijk warm solitair ga ik terug naar Windhoek. Ik heb net afscheid genomen van Christian die met zijn motor door Namibië reist. Echt fantastisch. Ik ga eerst nog naar de Kuisep Canyon en daarna rij ik door naar Windhoek en dan heb ik hoop ik rond een uur of 4 daar te zijn. Lekker op mijn gemakkie. En ik neem jullie als altijd weer mee op dit deel van de roadtrip. Het is weer Hobbel de Bobbel en voor de Seinfeld vrienden onder ons, in een specifieke aflevering spreken zij over de Tropic of Capricorn. Een of ander boek waar blijkbaar opwindende passages in zitten. Erotisch, ik weet het niet meer precies. Maar kijk, ik ben bij de Tropic of Capricorn en als ik mij niet vergis is dit precies de 23,5ste breedtegraad. Ja, precies. Met andere woorden, dit is waar de zon, tot hier komt de zon op 21 december en dan gaat hij weer verder daarheen. Ja, het is een beetje lastig, maar de aarde staat zeg maar onder een hoek van 23,5 graad. Tropic of Capricorn. Steenbokskeerkring, gewoon in Nederlands. Het gekke is, als ik dus aan het rijden ben, dan denk ik, ik ben echt de enige hier. Af en toe, dan komt er een tegenligger aan. Nou, ik haal niemand in, ik word niet ingehaald. Ik sta hier misschien 4 minuten bij dat bord, Tropic of Capricorn. En er stoppen een paar Duitsers, er stopt een bus met brengen. Nog een Toyota, het is echt fascinerend. Jongens, Namibië is gewoon een onwijze toeristische bestemming. In al deze leegte opeens zoveel mensen. Heel bizar. Nou, als je een bus ziet staan, dan weet je eigenlijk wel hoe laat het is. Dan moet er iets te doen zijn. En daarboven op die berg staan ook een hoop toeristen. Ik denk een goed uitzicht op de Kuisep Canyon. We gaan eens kijken. En natuurlijk tref je daar een hele groep Duitsers aan. Logisch, want Namibië is een kolonie geweest van Duitsland. Dus er zijn goedkope vluchten vanaf Frankfurt. Maar goed, gisteren was er een hele club Nederlanders in solitair. Dus volop Nederlanders en Duitsers overal. Door naar Windhoek. 3 uur rijden. Ik denk, ik zet even mijn Insta 360 op de vooruit voor een mooie timelapse van de route naar Windhoek. En ik heb een tijdje achter een auto gezeten. Nou, het is nogal een stoffige weg en moet je kijken. Achterkant, schoon. Voorkant. Het is echt zonde, want de route die ik nu rijd, het is een fabelachtig mooi landschap, echt.
een rit, man. Prachtig, echt. Gewoon, je volgt de rivier. Ik denk dat hij de Gamsberg heet. Alhoewel dit de Gamsbergpas is. Maar het is echt fantastisch. Echt, ik hou wel van canyons. Nou, ik ga even verder rijden, want ik moet echt goed opletten. Ik zie je denken, vooral jou, Joop. Wacht even hoor, hij rijdt dus deze rit. Hij zet de camera eerst neer, dan rijdt hij terug, dan rijdt hij weer heen, stapt hij uit, draait hij de camera een stukje, rijdt hij weer verder, rijdt hij weer terug. Ja, precies, dat doe je dus. Want jongens, het levert toch een fantastisch beeld op. Wauw, Namibië. Wauw. Terug in Windhoek. Terug bij de Roof of Africa, waar ik overnacht. Zo. Kamer 33, die is van mij. En het is wel mooi om even, ik ben de auto aan het uitladen. Het is wel mooi om te zien wat nou, bijna 800 kilometer offroad met je wagen doet. Vooral qua zand. Zit echt overal.